Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 24 november 2016. Dat is het bulletin van donderdag. Vandaag opnieuw alleen een aflevering van de serie over de historie van onze hobby. Of waarschijnlijk een gedeelte van deel 17 en deel 18. Als dat goed is, kom ik morgen weer aan het vergaren van nieuws toe. Het was de afgelopen week een beetje druk. Verder is er morse en een SSTV-afbeelding in PD90. We blijven met de SSTV-beelden voor nu even bij de vintage-apparatuur, omdat het zo mooi samengaat met de serie over de historie van onze hobby. De tekst onder het plaatje is misschien niet helemaal goed te lezen, vandaar hier dezelfde uitleg. Het betreft een wat minder bekend apparaat, zeker in Europa, een Johnson Viking Ranger, een apparaat uit 1958. Het treft alleen de zender, in die tijd werd meestal met een losse zender en een losse ontvanger gewerkt. Het apparaat is geschikt voor 160, 80, 40, 20, 15, 11 en 10 meter. Waarschijnlijk is dit apparaat gemaakt net voordat er 23 kanalen op 11 meter kwamen voor Citizens Band gebruik. 11 meter was toen nog een amateurband. Het apparaat werkt alleen in AM met anodemodulatie. Er komt 50 watt uit een enkelvoudige 6146 buis. Ja, en dit is een tikfoutje in de afbeelding, want er staat 6156. Haastige spoed. Bliep en de bliep. Deel 17 van de historie van onze hobby. De grote toestroom van amateurs in de jaren 70 waren vooral amateurs die alleen nog op VHF en hoger konden werken. Om die reden zag je dat er veel geïnvesteerd werd in goede antennes, vaak richtantennes voor die banden. Veel meer dan nu het geval is in elk geval. In Nederland waren de 6D-kanalen vaak erg overbevolkt, zeker als er een contest gehouden werd, want ook dat gebeurde. Aan het eind van de jaren 70, in het jaar 1979, vond de werkplaats de World Administrative Radio Conference. Tegenwoordig heette die conferenties WRC. In de publiciteit vooraf werd nogal gevreesd dat amateurs op HF-stukken spectrum zouden kwijtraken. Het tegenovergestelde was het geval. Er kwamen drie banden bij. 10 MHz, oftewel 30 meter. 18 MHz, oftewel 17 meter. En 24 MHz, oftewel 12 meter. Rond die periode was er nog een band die in steeds meer landen beschikbaar kwam. Dat was de 160 meter band. In Nederland was die band in eerste instantie alleen beschikbaar op aanvraag. Je moest daar een speciale vergunning voor aanvragen. En er uiteraard ook alleen voor de amateurcategorieën die al op de korte golf mochten werken. In eerste instantie betrof het een piepklein bandje van 10 kHz tussen 1825 en 1835 kHz. Met een laag vermogen, als ik me goed herinner, kwam het neer op een watt of 10 cent vermogen aan de coaxplug. Ik heb zelf direct zo'n vergunning aangevraagd en ook al snel diverse CW. EQSO's gemaakt. Er waren nog meer dingen die veranderden. Halverwege de jaren 70 was het bijvoorbeeld nog niet toegestaan om maritiem mobiel te werken. Maritiem mobiel, dat wil zeggen op een in Nederland geregistreerd schip dat zich buiten de territoriale wateren bevindt. Ook een aantal andere zaken lagen in Nederland in die tijd nog anders. De amateurcall was destijds verbonden aan het amateurstation op het thuisadres, niet aan de persoon van de zendamateur. Als je nog geen 18 was, mocht je namelijk geen amateurstation bezitten. Maar je kon wel een zogenaamde bedieningsbevoegdheid krijgen die iedereen verder standaard kreeg. En ieder amateur met zo'n bedieningsbevoegdheid die mocht gebruik maken van het amateurstation van een bestaande amateur. Daarbij werd de call van de amateur van wie het station was gebruikt. Mobiel werken was in die tijd ook nog niet vanzelfsprekend. Je moest apart een mobielvergunning aanvragen voordat dat mocht. En hetzelfde gold voor strook alfa of strook papa werken. Ook dat mocht alleen als je er een papiertje voor had aangevraagd. Ook luisteramateurs moesten soms een vergunning aanvragen en betalen. Namelijk als ze een telexmachine wilden gebruiken. De vergunningen voor mobiel, strook alfa en strook portabel waren voor de betreffende amateur gratis. Maar de telexvergunning kostte voor zowel zend als luisteramateurs destijds 15 gulden. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij waren die aanvullende vergunningen telkens ook maar 1 jaar geldig. Daarna moest je ze weer verlengen. In elk geval was dat bij de telexvergunning zo. Aan de telexvergunningen kwam een abrupt einde toen computerprinters algemeen goed werden. De reden van de vergunning was dat men wilde weten wie allemaal in staat was om RTTY te decoderen. Met computerprinters kon je niet alleen nog meer dan met een telexmachine, zodat die vergunningplicht alleen om die reden al aan zijn doel voorbij schoot. Heel letterlijk vielen computerprinters echter ook onder de vergunningplicht. Die werden echter in zo'n groot tempo over de toonbank geslingerd dat het naleven van die regel dweilen met de kraan open geweest zou zijn. Ergens rond 1981 kwam er dus een geruisloos einde aan de telexvergunning. Leuke uitzending zeg! Houd je mond, ik zit tv te kijken. Deel 18 van de historie over onze hobby. Amateurs houden zich meestal afzijdig in militaire conflicten. Een uitzondering was de tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen er in feite officieel geen zendamateurs waren. Er is nog een bekende uitzondering waarin zendamateurs partij kozen in een conflict. Toen de Argentijnse krijgsmacht in 1982 de Falklands binnenviel, namen ze als eerste het telefoon- en radionetwerk van de eilanden over en sneden alle communicatielijnen met Londen af.
De Schotse amateur Les Hamilton, Golf Mark III, India Tango November, was in staat om cruciale informatie aan de Britse militaire inlichtingendienst door te geven, die hij via de amateurband van de amateurs Bob McLeod en Tony Paul Evans kreeg, die nog op de bezette Falklands waren. Het ging daarbij om belangrijke zaken als Argentijnse troepeninzet, details over bombardementen waar de Argentijnen hun radar hadden opgesteld en over militaire activiteiten van de bezetters. Dit soort dingen zijn echter niet waar de amateurs zich op voorstaan. Amateurs mijden op de banden normaal gesproken controversiële onderwerpen. En dat betreft niet alleen de politiek, maar het zijn ook een hoop andere onderwerpen als onderdeel van de gedragscode die amateurs wereldwijd belangrijk vinden. Er wordt vaak gedacht dat dat volgens de gebruiksvoorwaarden niet mag over politiek praten. Het is echter de laatste halve eeuw in Nederland niet verboden geweest, zolang het maar onbelangrijk blijft. Dat er niet over politiek of andere controversiële onderwerpen gesproken mag worden, staat dus wel in de gedragscode die amateurs wereldwijd vaak hanteren. Bijvoorbeeld was het in de Koude Oorlog zo dat amateurs aan de andere kant van het IJzeren Gordijn niet over politiek mochten praten. Dat was daar sowieso in zowat iedere situatie niet handig, want je wist nooit wie er meeluisterde. Via een amateurband was dat al helemaal een hachelijke exercitie. De regel om niet over politiek of andere controversiële onderwerpen te spreken is er vooral om mensen in die landen niet in verlegenheid te brengen. Daardoor zorg je ervoor dat ze zich vrij kunnen voelen om zich in ieder amateurgesprek in te melden. Een van de regels uit de gedragscode is ook dat amateurs zich in hun gesprekken altijd beleefd gedragen. In de jaren hierna speelde de computer een steeds belangrijke rol. Hoorde je na het aanvankelijke enthousiasme over wat toen de homecomputer heette in amateurkring nog wel eens verzuchten dat de amateurhobby en de computerhobby niets met elkaar te maken hadden. Met een dergelijk standpunt kom je heden ten dagen toch niet zo heel erg ver meer. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Ik stelde laatst op de repeater een vraag. En toen zei het tegenstation: je denkt toch niet dat ik op zo'n domme beginnersvraag een antwoord ga geven? En toen was er een andere amateur en die moest lachen. Het is toch helemaal niet dom om een beginnersvraag te stellen? Er is juist wel wat moed voor nodig om zo'n vraag te stellen, vind ik. Ik heb er nog steeds een rot gevoel van. De volgende keer houd ik denk ik mijn mond wel.
Stil maar hoor. Ik vind het helemaal niet dom als je een beginnersvraag stelt. Ik vind het vooral dom als iemand daar een heel stom antwoord op geeft. De SSTV-beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot 36 bij Android en CQ-SSTV voor iOS. Verder is er MM-SSTV voor Windows en Q-SSTV dat je met AptCat install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Toch is het leuk, zo'n bovenregionale Antilliaanse Jupiter.